Dit is de nieuwe waterweg bij Vlaardingen. En dit is de nieuwe waterweg bij De Voorst in de Noordoostpolder, die op schaal is aangelegd door het waterloopkundig laboratorium in Delft, dat hier over een buitenlaboratorium beschikt. Met een aantal journalisten hebben wij deze dagen de proeven die hier worden genomen gevolgd. De stroomsnelheid en de stroomrichting van het water kunnen met verschillende hulpmiddelen, zoals drijvers, met een vrij grote mate van nauwkeurigheid worden vastgesteld. De stroombeweging wordt nauwkeurig in kaart gebracht. Ook met kleurstoffen kan de beweging van het water worden nagegaan. Voor het meten van de waterhoogten die in de nieuwe waterweg onderhevig zijn aan de getijbeweging bestaan speciale instrumenten. Al deze proefnemingen dienen onder andere om vast te stellen hoe de derde petroleumhaven van Rotterdam, die hier op schaal al te zien is, straks in werkelijkheid moet worden aangelegd. Ook worden de mogelijkheden tot bochtverbetering van de rivier aan de hand van het model bestudeerd. De onderzoekingen die hier worden verricht zijn niet alleen van betekenis voor de Maastad, maar voor het gehele gebied van de in vele opzichten zo belangrijke nieuwe waterweg.